Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Fenna en Moos, dus ik heb er super veel zin in. Maar ik ga eerst nog heel even langs familie, omdat ook mijn trailer daar staat voor, vanwege een nieuwe bodem die gaat krijgen. Yes, eindelijk. Ik mis mijn trailer zo erg. Ik heb hem nu al een maand niet meer. En ik ging eigenlijk minstens één keer in de week met de trailer op pad en soms wel vaker. Dus echt even afkicken voor mij. En ik ga deze gasveren ook even langsbrengen, want de achterklep ging niet meer zo makkelijk dicht. Dus ik heb even nieuwe gasveren besteld. En dan ga ik nog even lekker verse vis halen in Vlijmen. Daar heb je een hele lekkere visstand. En dan ga ik vanmiddag naar Fenna en dan neem ik jullie natuurlijk mee. Blijf kijken. Ik weet niet wat het is. Hagel, regen, sneeuw, alles door elkaar, maar bleh. Anyway, en het is ook donker vandaag. Dat is heel erg jammer. Maar het is ook nooit goed natuurlijk, want wij hebben echt alles in Nederland. We hebben echt regen, winter, zon. En weet je wat zo grappig is? Nederlanders, echt typisch Nederlands stad, hè, hebben altijd een praatje over het weer. Dus ik stond net met die aardige mevrouw in de viskraam. En waar gaat het over? Over het weer. Nou, ik heb de vis gehaald. Dus nu met gierende banden naar Trune. Mijn trailertje. Ik mis hem zo. Tikkel, kom je helpen? Eindelijk de stoelhoes om de auto heen, als het gaat passen. Ze horen wel speciaal voor deze type auto, dus het moet kunnen. Het is toch een andere stoel, kijk maar. Ja, maar ik heb ze echt voor de Suzuki Grande Vitara besteld uit 2004. Tikkel, ga staan. Goed zo, blijf staan. Goed zo! Ja, ik heb jou goed getraind. Ik ben aangekomen bij Fenna. Hoi. En ik ben super benieuwd naar het nieuwe paard van Fenna. Ja, nieuw. Je hebt hem al wel weer een tijdje. Een paar maanden. Ja, 2 maanden nog. Ja, dus eigenlijk is het nog wel nieuw. Zo, kijk tegen de zon in. Ja. Maar laten we snel gaan kijken. Yes, ik ben echt benieuwd. Oh, kijk dan! Hij staat nu niet in zijn eigen stal, want die heb ik net schoongemaakt. Oh, dit is zijn eigen stal? Ja. Aha! Hallo! Heb ik je eindelijk in het echt gezien? Oh, en ging jij hem poetsen vandaag? Want hij is heel vies. Oh, nee. Oh, erg. Nou, Romy mag nu alles gaan doen bij Moos. En Moos is best vies, dus je mag hem ook poetsen. Ja, heel fijn. En ik zou hem dan hier gewoon bij dit, hier bij dit dekje zo neerzetten. Gewoon aan de tralies van de stal? Ja. Weet je waar ik hem vast ga zetten dan? Dan doe ik hem even zo. Als hij dan gaat hangen, dit kunnen ze echt krom trekken. Ja? Oh, ik dacht, dit staat toch wel vast. Als je bijvoorbeeld zo'n deur... Echt? Als je zeg maar op zo'n, ik weet niet of het zo'n stal is met een veiligheidscertificaat. En ze zit wel bij de FNRS, ja. Dus. Hangt er buiten zo'n mooie oranje rond? Die hangt hier volgens mij binnen. Oh, nou als dat zo is, dan mag je de paarden niet aan de stal. Oh, dan doe ik dat niet meer. Maar je mag hem dus wel hier in het midden. Nou, volgens mij officieel ook niet. Maar de reden dat je ze niet vast mag zetten is omdat dit... Kijk, als ze gaan hangen, ze trekken het hoofd omhoog en dat touw komt hier. En ze gaan er met een paar honderd kilo aanhangen, dan trek je dit zeg maar krom. Oh ja. Maar kijk, dit is best wel massief. Dit trekken ze niet zo. Ja, dit krom. Is wel steviger. En dan heb je veiligheidsknoop, dus dan tek. Dan kan je hem zo los trekken als het moet, hè. Nou, oh, dit is leuk. Kijk dan. Ja, een donut. Een donut. Heb je nog meer van die gekke dingen? Ik heb ook een meloenstukje, maar die ligt in mijn kast. Oh, dit is gewoon een bakje. Ja, daar zitten elastiekjes in. Oh, maar dit vind ik echt leuk. Ja. Maar wat kan je ermee? Een paard wassen? Ja, dat is gewoon een spons. Ja. Ja. Oh, dat is echt heel gek om in iemand anders poetspullen te graaien. Ja, dat snap ik. Want bij je eigen heb je altijd gewoon... Je kan blind zeg maar grijpen wat je nodig hebt. Oké. Mijn favoriete borstel. Ik had er 3. Nee, ik had er 4. 3 echte en 1 neppe. Ja? Ik ben ze gewoon allemaal kwijt. Ik weet niet hoe het kan. Ga je een nieuwe kopen? Ja, ik denk het wel. Want ik ben echt gek op deze dingen. Ja, snap ik. Ik kan ze overal voor gebruiken. Voor de hoefjes, voor de haren op je dekje. Om te wassen. Om modder zo mee af te halen. Ik ben echt reclame voor de magic purse. Maar ja, ik vind die neppen ook wel goed werken. Ja, volgens mij, ik merk echt geen verschil, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Alleen in de portemonnee. Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Waar ga jij er dan eerst op zo? Dan kan nee, jij kan er wel meteen op, joh. Even kijken hoe wild hij is. Hij is helemaal niet wild. Nee. Oh. Hij is wel goed aan een been. Uh-huh. Redelijk. Niet dat hij meteen wegvliegt, hoor. Nee. Maar je hoeft hem niet helemaal naar voren te beuken. Oh, dat is fijn. Ik hou wel echt van vlugge paarden. Ja. Of gewoon paarden die wel lekker voorwaarts zijn, weet je wel. Ja. Maar
Ik denk dat jij heel goed met hem kan, want jij hebt paarden ingereden en hij is hartstikke braaf. Hij is echt, hij is nog braver dan Noora eigenlijk. Ja? Ja. Alleen probeert hij me nou soms wat uit en dan... Het is ook niet eens elke keer, maar laatst toen andere Romy er was, Romy Oudzoorn, op buitenrit, toen trok je me opeens een andere weg in toen we in galop waren. Had je op Instagram of zo? Ja. Ik zag jou in één keer zo, woep, links achter. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo'n fjorde actie, hè? Ja. Een beetje koppig, hè? Ja, en heel slim. Echt waar, want ik had laatst les en hij merkte dat ik hem in draf wilde zetten en dat ik had hem goed bij elkaar en ik moest hem zo ook in de naar draf zetten. Ja. En toen dacht hij, nou, dat kost toch wel heel veel energie. Ik ga even naar links en dan ga ik met de andere stelling ga ik zo helemaal raar lopen. Slim, hè? Ja. Ja. En weet je, paarden zoeken eigenlijk altijd de weg van de minste weerstand. En als je dan wat serieuzer gaat trainen en je gaat juist die moeilijke dingen opzoeken, dan gaan ze altijd eerst proberen van, misschien kan ik onder die belasting uitkomen. Ja. Weet je wel? En dan... ja, dan heb je dat wel eens. Ja. Maar dat is juist zo leuk aan paardrijden, dat je wel, je probeert het paard te verbeteren. Dus ze moeten toch uit hun comfortzone gaan. Mm-hmm. En je moet toch die moeilijke dingetjes opzoeken. Maar je probeert eigenlijk de grens te verleggen, zonder dat je ze volledig in één keer over die grens heen pusht. Hè? Want dan krijg je vaak echt weerstand en soms echt heel erg, zoals bokken en stijgen. Ja. Maar je moet eigenlijk wel vrienden met het paard blijven, maar dan... toch zorgen dat ze net even wat meer doen dan dat ze van nature zouden aanbieden. Ja. Dat vind ik altijd heel leuk, om te kijken of ik echt het paard ook tussen zijn oren zo ver kan krijgen dat hij het dan gaat proberen, zeg maar. Ja, precies. Maar ik voel wel een beetje druk op de schouders nu, hè, Rauw, dat ik hem boos moet rijden. Oh joh. Ik denk dat je hem wel leuk vindt. Je moet even aan zijn buik voelen, gewoon met je blote hand. Is hij zacht of zo? Ja. Oh. Ik had Romy Oudzoorn ook even aan de buik laten voelen. Vooral hier zo. Ja. Echt zo'n puppy. Kijk, Moos heeft een County Competitor zadel. En ik ga er even wat over vertellen. Ik had dat zadel vroeger voor mijn een paard wat ik eerder heb gehad. Uiteindelijk past hij dat zadel niet meer. Want het zadel heeft een heel breed tussenkanaal. Zeg maar heel veel, hoe heet dat? Bij de ruggenwervel heel veel vrijheid. En voor hem... Ja, voor hem was dat dan te ruim. Dus uiteindelijk moest hij een ander zadel. Wil jij aandacht? Nou, en dan draai ik de camera naar hem en is hij in één keer stil. Nu is hij aandacht, dan is hij grappig, hè? Maar het is echt heel leuk. Dus ik zag dat zadel. Hé, die komen bekend voor. En als je onder een zadel kijkt, dan kan je altijd het type zien. En hier staat altijd het merk. En hier ook. Dus toen dacht ik, hé, County Competitor. Dus nog even het hoofdstelletje in en dan gaan we met Moos aan de slag. En Romy, heb je er een beetje zin in? Ja. Nee, ik heb er echt wel heel veel zin in. Ik vind het wel leuk. Ik vind het ook echt wel tof dat je mij zomaar erop laat. Ja, nou, ik weet, jij rijdt beter dan ik. En je bent instructrice. een instructrice. Rijinstructrice en ja. Ja. Ik vertrouw het wel. Maar het is toch altijd persoonlijk, weet je wel? Toch een eigen paard? Ja, is toch dat snap iets, ik. Ja, dat geef je niet zomaar uit handen aan iedereen. Dus ik zal goed voor hem zorgen. Ja. Ik hoop dat hij ook goed voor mij zal zorgen. Ja, ik wilde al zeggen, ik denk dat hij wel even gaat kijken van wat voor ruiter is dit en wat kan ik ermee? Ik ben benieuwd of mijn benen er niet heel erg ver onder vandaan gaan komen. Want ik ben best wel een lange slungel. Ja. Maar komt goed, we gaan gewoon lekker rijden. Ja, we gaan het zien. Zitten de beugels goed of moet ze nog iets langer? Ik heb mijn laarzen ineens dicht gedaan. Oh. En je cap moet, bandje moet ook nog dicht. Oh, slecht. Moet ik vertellen wat ik een beetje doe? Of, Ja, je mag wel een beetje vertellen wat je voelt en doet. En ik zal dan een beetje meelopen. Ja, want jij hebt natuurlijk geen microfoon. Het is belangrijk om te testen, zeg maar. Als ik op een paard wat ik niet ken, natuurlijk eerst dat hij gewoon ontspannen is. Als een paard heel erg loopt te trippelen, loopt te snuiven en te knorren. Dan is hij duidelijk niet ontspannen, maar dit is al gewoon heel erg ontspannen. En dan check ik eigenlijk gewoon even van, goh, blijft hij stappen? Of moet ik hem elk pasje aandrijven? Ja. Dat zegt al gewoon iets over hem, omdat hij aan de hulpen is. Maar hij blijft gewoon stappen. Druk ik nou mijn kuit een beetje aan. En dan wil ik een reactie. Nou, zie je, hij geeft een reactie naar voren. Ja. Dus dat zijn allemaal kleine dingen die ik in het begin even test. Dus hij gewoon netjes vlijtig stapt met een horizontale hals.
dan maak ik wel gewoon verbinding op twee teugels. Dus zonder dat ik gelijk terugwerk en weerstand zet. Mm-hmm. Maar ik wil wel contact. Kijk, dit is zeg maar niks. Nee. Maar ik wil wel contact. En dan vaak als je zo actief aan het stappen bent en je maakt contact op twee teugels, dan voel je al heel erg snel aan een paard of dat die op links en rechts een beetje gelijk is. Mm-hmm. Elk paard is van nature scheef, ja, asymmetrisch. En dat voel je vaak ook wel terug in je zit, maar ook in je teugels. Dan voel je altijd wel, oh, dat een paard aan één teugel sterker is en aan de andere kant geen verbinding maakt. Dus eigenlijk met zo'n heel simpel een beetje stappen, haal ik al gewoon wat informatie uit het paard. Ja. En ik wil ook niet, kijk, als je net kennis maakt, ook met mensen, dan ga je ook niet gelijk... moet ik het zeggen, er is een soort van beleefdheid. Hè? Je gaat elkaar ook eerst even leren kennen. Ja. Een beetje op gepaste afstand blijven. Dus ik ga wel op een vriendelijke manier kennis met hem maken. Mm-hmm. Door wel initiatief te nemen, wel verbinding te maken, maar niet gelijk allemaal dingen van hem te gaan eisen. Zo van, nou, ik kom even op jou zitten, ik ga jou even laten rijden, zien hoe het moet. En... Nee, precies, want dan maak je ook geen vrienden mee. Nee. Dat is ook niet eerlijk. Ja, dat had hij ook weer even een mooi stukje. Ja, en dan gaat hij er gelijk weer uit, zie je? Ja, ja. Ja, misschien heeft hij gewoon nog niet de kracht om dat wat langer vol te houden. Van die kleine mooie stukjes, daar geniet ik echt ontzettend veel van. En ben ik ook heel trots op hem. Oh, knap. Oh, hij is zo knap, hè. Ik ben zo blij met hem. Oeh, knap. Echt leuk om te zien. Maar dan moet ik wel een beetje beter bijhouden, weet je wel? Mhm. Nee. Zo. Kun je met een aantal dingen volgens gereden? Dan moet hij wat meer optrekken dan links achter. Zo is dat wel vermoeiend te volgen. Zo, jongen. Ja. Ik vind dat zo leuk, een jonge paard. Ja. Hij is 7. Hij is nog wel jong. Toch als een jong paard gewoon. Ja. Maar je 7 is ook heel jong, vooral omdat hij ook nog niet zoveel heeft gedaan. Waarom? Maar dat vind ik ook wel fijn, want dat zei mijn dierenarts ook en mijn zadelmaker ook. Maar ja, dan weet je ook dat er nog niks geks mee is gedaan. Niks dat hij slechte dingen heeft aangeleerd. Je kan hem nog heel veel wijs maken. Ja, was echt heel knap, Moos. Oh, heel knap. Hij heeft gewoon een comfortabele zit. Mm-hmm. Zat hij dan met links achter? Ja. Ja. Dat is een beetje zijn zwakke been, heb ik echt het idee. Want ik voelde het net op mijn rijden. Ja. Toen hij een beetje moe begon te worden, merkte ik echt dat hij wat vertraagd werd daarachter. Mm-hmm. En hebben jouw paarden ook een zwakker been? Ja, ieder paard. Oké, nee, dan is het niet gek dat hij dat heeft. Nee, ieder paard heeft zowel in de voorbenen als in de achterbenen. Maar qua achterbenen hebben ze één been die vaak beter kan dragen en kan buigen. Mm-hmm. Maar die zijn vaak wel iets vertraagd. En ze hebben het andere been, dus meestal het been wat meer kan stuwen en kan afzetten. Mm-hmm. En die ook vlugger is. Yeah. Zo hebben ze echt een stijlbeen en een dragend been. Yeah. Dat hebben ze allemaal van nature. Eigenlijk ben ik nu Moos aan het uitstappen. Ja, deze kant op Moos. Nou, ik heb net op Moos gereden, op Moosje. En het was hartstikke leuk. Hij is natuurlijk nog onervaren en hij staat aan het begin van zijn carrière. Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Dat Moos straks echt een mooie spierbal is. We hebben echt vet lang uitgestapt, want we waren aan het kletsen. Ja, maar ik stap eigenlijk altijd wel 10 minuten uit of zo. Ja. En 10 minuten in, want ja, dan stink gewoon echt goed. Dat is eigenlijk wel beter, ja. Ja, zeker. We hebben net lekker in de kantine gezeten, even pauze gehouden en geklet. Het was heel lekker warm in de kantine, dus het is nu extra koud hier in de stal. En ik ga even afscheid nemen van Moosje. Oh, Moos, het is zo'n leukertje. Hij en dan ga ik snel in door. Tas volgens mij. Ik heb nog een croissantje in mijn tas. Oh, dat is het. Yeah. Maar ik ga er weer snel van door. Blijf nog even kijken, want ik ga nog even op bezoek bij... moet ik het uitleggen? Kijk dan, hij doet heel zo schattig. Ja, hij ruikt het croissantje. Ja. Iemand is een hele mooie showjurk voor mij aan het maken. En daar ga ik nu even passen, dus dat ga ik even laten zien. En dan ga ik nog even snel naar mijn eigen paarden. En even kijken hoeveel energie ik nog heb. Misschien nog even iets met strootje doen.
Ik heb alvast een deel aan van de... Ja, ik heb vast de rok aan. Het wordt een heel geheel met een jurk. En dit gaat een show-outfit worden voor Snuitje. En later natuurlijk ook voor Unistro. En het is een beetje een blauw, paarsig-achtig, lavendelblauwe kleur. Dat vind ik heel erg mooi. En er komt nog wat bij, dus dat zien jullie zo. Nou, ik heb hem nu dus helemaal aan. En dit was een jurk, deze bovenste jurk. Het is een Marokkaanse jurk of een Arabische jurk. Het was vroeger gewoon een feestjurk van mij, maar ik deed er echt niks meer mee. Dus Josephine is creatief geweest en die heeft er een speciale onderhoek bij gemaakt. En dit komt dan, zeg maar, als ik op Snuit zit, zo over Snuit haar billen heen te liggen. En dan, ja, dan zijn we een soort van showteam. Jurk nummer 2. Dit is ook een jurk geweest. Ik zal even het stofje laten zien. Kijk. Heel mooi. Ik heb hem nu binnenste buiten aan. Daarom ziet het een beetje raar uit. En hij is zojuist opengeknipt aan de voorkant. Hier hoort ook zo'n gouden band bij. En dit gaat heel iets anders worden. Maar dat krijgen jullie later wel een keer te zien. Josephine is de ontwerper van de jurken. En ook van de, ja, van de jurk die ik bij het afscheid van Snuit. Van de zwarte jurk. Ja, die had ik echt zelf gemaakt en ontworpen. En deze jurk die kreeg ik van Romy van, ik heb nog 2 jurken liggen en kun je er wat mee? Mm-hmm. Dus, en maak er maar wat van. Maak er maar wat van. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk, want daar kon ik helemaal in los. En Romy zei op alles van, ja, is goed, vind ik leuk. Dus, vooral geen moeilijke vragen stellen. Ja. Doe maar gewoon, en dan wil je een blinde rits of een normale? En dan vroeg Romy, wat is het verschil? Dan zei ik, oh, dan doen we wel een blinde erin. Ja. En de jurk die Romy nu aan heeft, dat wordt een jas. Mm-hmm. En hoe we dat gaan doen, er zit heel veel stof in die jurk. Mm-hmm. En we gaan hem eigenlijk op de middel afknippen. Dus dan is het ineens geen jurk meer. En dan gaan we van de panden die daaronder, dus gewoon een stukje stof, gaan we stukken slipjas maken. En die zetten we er weer aan. Mm-hmm. En we gaan hem verder, hij is veel te groot, want Romy is heel smal. Dus die gaan we helemaal op maat maken. Ja. En dan gaan we dat nog helemaal netjes afwerken. En de mouwen die zijn nu de mouwen zijn veel te lang. Maar die worden gewoon smal en wat korter. En we gaan er ook, bijvoorbeeld, het is een hele simpele jas. En hij is aan de achterkant van 1 stuk stof. En dan gaan we hem helemaal nog netjes innemen, zodat Romy's rug er helemaal netjes in past. Dus het wordt echt een op maat gemaakte slipjas vanuit een jurk. Ja, dus eigenlijk, kijk wat ik nu aan heb. Deze zak stof. Dat gaat een slipjas worden. Kijk, het sneeuwt. En ik rijd nu maar 70 km per uur, want ja, hè? Het is niet zo veilig anders. En ik doe er nog ongeveer een uurtje over. En het is al best wel laat, dus daar baal ik van, want ik moet het strootje nog doen. Snuitje heeft een vrije dag. Ik praat straks even als ik op stal ben. Slimmer, denk ik. Nou, ik ben op Snuit, dus lief. Hier, krijg je een worteltje? Zo. Ik ben op stal. En Snuitje heeft een vrije dag, want ze heeft al 3 dagen best wel fijn gewerkt. Eerst een dagje aan de hand werken en de dag daarna longeren. Mijn longeerexamen opgenomen. Ging eigenlijk best wel fijn. Oeh, Snuit is zo boos. En gisteren echt heel lekker gereden. Ik wil het echt binnenkort weer filmen voor jullie. Zoals jullie zien heeft Snuit nu een houten schot. Dat komt omdat ze het niet zo goed met een nieuwe buurman kan vinden. En ze waren echt aan het bokken, echt niet normaal, gewoon echt aan het bokken tegen die stalwand en Strootje, jij maakt geen ruzie hè met de buren, nee. Strootje heeft ook wel een grotere stal, dat scheelt wel, maar hij is ook wel heel anders van karakter. Hey schatje, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even in de sneeuw spelen, want daar heb ik echt super veel zin in. Ja, ik ga even je dekentje afdoen en even een touwhalsertje halen uit de kast. Oké, okay. Uno momento. Jullie kennen dit halster denk ik al wel. Het is dus een touwhalster met een ring hieronder voor het longeren. Zodat het halster zeg maar recht blijft zitten. Maar er zijn best wel veel nieuwe abonnees bijgekomen in de afgelopen maanden. En daarom denk ik van, ik zeg het nog even. Dit is echt een heel fijn touwhalster. Speciaal om te longeren bijvoorbeeld. Strootje. Ik zal even een linkje hieronder de video plaatsen. Voor als je interesse hebt. Dan moet ik het niet vergeten. Stel dat ik het nou vergeet, die link, dan reageer even hieronder. Dan zet ik hem alsnog erbij. Zo. Hé, poefje.
Kijk, wat heel handig is, dat dus die ring hieronder zit. Dus als je dan gaat logeren, dan sta jij meestal in het midden. Dus dan gaat het touw zo. Maar dan blijft het hoofdstel gewoon recht. Zie je? Dat is echt handig, hè? Hey. Hallo. Oh, lekker plekje, hè? Vind je altijd fijner. Zo. Oh, had ik maar handschoentjes aangedaan. Kom, boevenkop. You may enter. Yes. Even een hop. Rustig maar, jongen. Rustig maar. Dat is gewoon sneeuw die naar beneden valt. Even het hekje dicht doen. Mag je zo rennen. Jammer dat het al donker is buiten. Zo. Oké. Ga jij maar eens even kijken wat het allemaal is hier. Strootje kent het wel, want hij heeft vorig jaar gewoon 24-7 buiten gestaan. Ook in de sneeuw en regen en alles. Eerst natuurlijk even een beetje instappen. Strootje, wat zeg ik nou? Een beetje instappen. Stappen. Goed zo. Kijk, de bodem is natuurlijk helemaal niet bevroren, hè, want het was vandaag helemaal niet aan het vriezen. Het was gewoon 2 graden. Dat laagje sneeuw, daar hebben ze best wel veel grip op. Vooral als paarden geen ijzers hebben. Met ijzers moet je wel uitkijken met de sneeuw. Goed zo, niet bij die hoek elke keer stil staan. Dat mag niet. Lekker, hè? En shh. Goed zo. Knap aan jou. En weer naar voren. Kom op. Ja. Ja. Hé? Je bent braaf, jongen. Ik hou van jou. Laten we de vlog maar gaan afsluiten dan, hè, Stro. Want kijk, het is sneeuwen. Zal ik even achter me kijken. Kijk, zien jullie dat? Als ik een rondje draai, het sneeuwt echt wel door nu. We gaan de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat gerust een reactie achter hieronder in de comments. Ik lees het eigenlijk allemaal en ik probeer ook te reageren. En dan hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg!